Dankjewel Remco. Ik begrijp dat ik mijn miljoen al kwijt ben, voordat ik begonnen ben. Goed, de meeste mensen staan er niet bij stil, maar lopen zelf is al iets magisch. De loopcapaciteit bepaalt in grote mate onze zelfstandigheid, dagelijkse activiteiten en ook sociaal participeren. En bij de ouder wordende mens is eigenlijk de loopvermogen een belangrijke indicator voor validiteit. Sorry, voor validiteit. Ik zit er even helemaal vitaliteit. Op. Voor vitaliteit. En met die vitaliteit hangt natuurlijk morbiditeit en mortaliteit samen. En dat bleek uit een Amerikaans onderzoek, waarin de spontane loopsnelheid evenveel voorspellende waarde had voor de overlevingskansen dan heel veel interne factoren samen, zoals leeftijd, gewicht, geslacht, rookgedrag, ook ziekenhuisopnames en zelfs bloeddruk. Daarom wordt lopen ook wel de zesde vitale functie genoemd. Maar waarom is dat lopen nou zo belangrijk? Of wat is eigenlijk nou een goede loopsnelheid als die loopsnelheid ons leven kan bepalen? Daarvoor hebben onderzoekers in Australië gekeken naar de loopsnelheid van ongeveer 2000 mannen van 70 jaar en ouder. En wat bleek? Als je een loopsnelheid had van 3 km per uur, dan had je 25% meer kans om te overlijden dan als je een loopsnelheid had van meer dan 3 km per uur. Tevens bleek dat de mensen die een snelheid hadden van 5 km per uur of hoger, dus die mannen van 70, dat die geen enkele van deze personen overleed. En dat gaf de onderzoekers in ieder geval de conclusie, of die adviseren om een loopsnelheid van 5 km per uur te houden. Dan blijf je in ieder geval uit handen van het magerijn. Maar goed, wat is nou die magie van het lopen? En dat bestaat eigenlijk uit 3 aspecten. En het eerste aspect is de stappen. Als ik hier rondloop, is dat het gecoördineerd bewegen van mijn benen, romp en armen. En eigenlijk is dat voor ieder persoon uniek. Heel erg karakteristiek. Je kunt het vergelijken met een vingerafdruk. Iedereen kent wel het programma Opsporingsverzocht en dan hoor je vaak zeggen, let ook op het loopje van de dader, misschien herkent u hem. Als wij zelf ergens staan en je ziet in de verte iemand staan en je herkent het niet zeker, misschien is het wel je buurman, tot op het moment dat deze gaat lopen. En dan denk je, ah ja, het was inderdaad mijn buurman. Dus een tip voor jullie, mochten jullie nog ooit overwegen om een bank te gaan overvallen, dan zou ik zeggen, in ieder geval een bivakmuts, maar ook je looppatroon aanpassen. En dat looppatroon kunnen wij in ons lab, gangbeeldlab en loopexpertisecentrum, op een heel mooie en gedetailleerde manier meten. Dat doen we met allemaal markers op de been en ook kastjes om de activiteit van de spieren te meten. Het tweede aspect van lopen is de balans. En vooral de balanshandhaving, dat je niet valt. Deze koorddanser, die heeft natuurlijk een heel klein vlak waarop hij kan staan. En dat is het eerste punt wat belangrijk is bij een balanshandhaving. Het lichaamszwaartepunt, dat zit hier bij mijn navel, de tennisbal bij de persoon hierboven, en het steunvlak. En dat wordt bepaald door mijn voeten. Dus als ik met 2 voeten sta, heb ik een vrij breed steunvlak. Als ik nu naar mijn ene voet ga, dan zie je al dat ik mijn balans meer moet handhaven, dan wordt mijn steunvlak in één keer heel klein. En ik kan dat met beweging met benen of zelfs met mijn armen corrigeren, zodat ik in het steunvlak val, net als die koorddanser. En dat gebruiken wij ook om te lopen. Maar dat is niet het allerbelangrijkste. Het meest belangrijke is onze staplocatie of onze voetplaatsing. En die voetplaatsing, als je naar voren gaat, dan gaat natuurlijk dat lichaamszwaartepunt naar voren. Maar gelijktijdig gaat het lichaamszwaartepunt van rechts en naar links. En wat blijkt nou? De snelheid waarmee dat lichaamszwaartepunt naar rechts gaat, bepaalt hoe ver ik mijn voet naar buiten zet. Ik kaats als het ware die bal continu van de rechterbeen naar de linkerbeen. En die relatie is heel sterk bij gezonde mensen, zoals ik. Maar die is aanzienlijk verminderd bij mensen met beroerte. Dus dat proberen we dan ook te trainen. Dan hebben we nog het derde aspect. En dat is het aanpassen van je stappen. Als ik hier over het podium loop, dan hoef ik nergens naar te kijken, behalve een paar munten van mijn 3 miljoen. Waar ik over kan struikelen. Maar dat is een andere situatie als jullie straks weer naar de foyer lopen en daar tussen de mensen door moeten manoeuvreren. En op dat moment ben je continu bezig om je pas aan te stappen. Klein beetje naar rechts, klein beetje naar links. Misschien een grotere stap, een opstapje maken. En het is hetzelfde als we lopen in het bos. We moeten over de takken heen stappen, we moeten over een plas water stappen, even naar links. En dat aanpassen is best wel lastig.
En dat trainen we eigenlijk in ons loopexpertisecentrum in een hele veilige omgeving. Dat is namelijk met de grill. Dan sta je in een virtuele omgeving waarbij we zo'n bospad na kunnen bootsen. Waarbij je een beetje omhoog moet lopen, er komen allerlei dingen op je afvliegen. Maar die je moet ontwijken. En dat is veilig omdat je dan in een harnas geplaatst wordt waar je in ieder geval als je valt niet op de grond komt. Heel veel informatie en heel belangrijke informatie, maar hoe trainen we nou eigenlijk al die drie aspecten, die magische aspecten in het lopen? Het antwoord erop is eigenlijk heel simpel. Gewoon 10.000 stappen per dag zetten. Dan zul je denken, nou ja, makkelijk, dat gaan we ook doen. Maar het beste is om dat te doen, om dat bijvoorbeeld ook in een omgeving te doen die uitdagend is. Dus dat je die balans en die aanpassing ook traint. Loop dus bijvoorbeeld gewoon door een bospad. Of als je toch meer van winkelen houdt, kun je natuurlijk ook naar de zaterdagmiddag naar de winkel, tenminste de stad ingaan, waar je alle mensen moet ontwijken. Nou, de magie van het lopen, daar houdt ons binnen het loopexpertisecentrum natuurlijk enorm bezig. En we proberen die magie te ontrafelen. En dat doen we vooral om die patiënten met die complexe loopproblemen een beter perspectief te bieden. We zijn dan ook heel blij met die 3 miljoen, die nu waarschijnlijk 1,5 miljoen is. Dat we die kunnen steken in dat loopexpertisecentrum. En dat doen we dan in samenwerking met Radboud natuurlijk, maar ook binnen het ICMS. En binnen dat loopexpertisecentrum doe ik dat als onderzoeker natuurlijk niet alleen, maar daar hebben we heel belangrijke tovenaars nodig. En vanochtend hebben jullie al een tovenaar gehoord, dat was Jorik Nonnekes. En ik ben heel blij dat ik een wijze tovenaar mag aankondigen, professor Sander Geurts, die is van mij over gaat nemen. Nou ja, dankjewel Noël. En fijn allemaal om u te zien. Ik weet niet of ik de tovenaar ben. Ik zou zeggen, ons team is de tovenaar. En hier zien we dat het LSC is echt teamwork. Al die disciplines die u hier ziet, revalidatieartsen, orthopedische chirurgen, fysiotherapeuten, mensen van de bewegingsagogiek en de bewegingstechnologie, onderzoekers, technici, ergotherapeuten, maar vooral ook patiënten, vormen onderdeel van dat team. En ik denk dat we met z'n allen een beetje die tovenaar zijn die we ook in de moderne gezondheidszorg zouden moeten zijn. Ik wil u met uw focus, want we hebben natuurlijk een palet aan zorgproducten in het LEC, maar een van de mooiste producten en een van de magische producten vind ik de chirurgie die wij kunnen bieden. En ik ga u voorbeelden geven van enkelvoetchirurgie. En eerst maar even de eerste video laten lopen. Nou ja, lopen, u ziet het al, het gaat hier om een vrij jonge persoon die een beroerte heeft gehad en eigenlijk nauwelijks meer kan lopen. Dit kun je geen lopen meer noemen. Hij leunt zwaar op de persoon die naast hem staat. En je ziet dat hij een enorme scheve enkel heeft. Dat zien we heel veel bij diverse neurologische patiëntengroepen. Maar zeker ook bij mensen na een beroerte. Een instabiele enkel. Ook daarom een instabiele knie en een instabiele heup. Hij kan eigenlijk helemaal niet belasten op dat been. Als je hem nou een aantal weken, maanden moet ik zeggen, na een operatie ziet, dan is het nog niet een vloeiend looppatroon, maar het is een enorm verschil. Deze man loopt, deze man kan binnenlopen, hij kan rondom huis lopen, hij loopt zonder steun, zonder stok. En dat is een enorm verschil. En ik vind dat is persoonlijk de magie die wij kunnen bieden. En is dat nou niet wat overdreven? Mag u zeggen. Hè? Maar ik denk dat als je dit effect met een pil of met een elektrische of een technische interventie zou kunnen bereiken, dan werd je schatrijk. Maar van de chirurgie worden wij helaas niet zo rijk. Daar moeten we nog wat voor doen. Maar goed, het is heel erg goed voor de patiënten dat wij dit kunnen bieden. Ik laat u nog een vrouw zien, ook weer een young stroke patiënt, relatief jong, rond de 50 jaar, die loopt. En dit is weer een ander probleem. Zij kan dan wel iets beter lopen, met wat begeleiding. En zij loopt met haar linkerbeen voorwaarts en haar rechterbeen kan ze eigenlijk alleen maar bijstappen. En je ziet bovendien dat er een enorme trilling in de kuit zit. De kuit trilt bij het belasten, er is een spitsvoet, de knie is instabiel. En het is ook een heel, heel moeizaam looppatroon. En ik laat er ook even van voren zien. En dan zie je dat dat eigenlijk ook duidelijk is van voren. Die trillende knie kun je heel goed zien. En het is natuurlijk bijzonder hinderlijk om zo in het dagelijks leven te moeten lopen. Wat doen wij nou zo goed in dat LEC? En ja, dat mag ik toch wel zeggen. Het is niet een persoonlijke prestatie, maar het is een teamprestatie die we ook samen, SMK en Radboud, hebben neergezet. Maar vooral op locatie SMK uitvoeren.
Dat is dat het teamwork is in het spreekuur. We hebben een multidisciplinair spreekuur van revalidatiearts, orthopedisch chirurg en fysiotherapeut. Zo nodig sluiten daar nog andere mensen bij aan, bijvoorbeeld technici. En daar wordt bijvoorbeeld bepaald of iemand kan worden geopereerd en ook welke doelen we daar dan bij hebben. En dat laten we eigenlijk altijd ondersteund worden, en straks liet Noël deze slide ook al zien, door metingen in een bewegingslab. Want in een bewegingslab kunnen we kijken naar, dat ziet u hier, naar krachten rondom gewrichten en naar spieractiviteit die we niet met het blote oog kunnen zien. En daardoor kunnen we de afwijkingen nog beter begrijpen. We kunnen beter begrijpen waar het primair fout gaat en waar het secundair fout gaat. En wat compensaties zijn die je misschien niet zou moeten opereren, maar die moet je dus door de primaire stoornissen weg te halen vanzelf beter laten worden. Beetje ingewikkeld misschien, maar dit is dus wat we doen. Looppatroon, gewrichtsbewegingen, krachten rondom gewrichten, spieractiviteit. Naast dat gesprek met die patiënt ook heel belangrijk, want daar stellen we de doelen. Wat wil je bereiken? En dan uiteindelijk kiezen we tot een vorm van chirurgie of een andere interventie. Maar dit gaat even over de chirurgie. Nou, wat hebben we bij deze patiënten geconstateerd? We hebben geconstateerd, door middel van al het onderzoek, verkorting van de kuit. Er is ook spasticiteit van de kuit, dat wil zeggen dat die kuit eigenlijk te verkrampt is en zo kan gaan trillen als wat u zag op de film. Ook spasticiteit van een diepere spiergroep, de posticus, zwakte van de voetheffers en ook verlies van selectiviteit. Dus het selectief aan kunnen sturen van verschillende spieren rond je enkel en voet en rond je knie. Best wel een palet. En dan moet je beslissen wat je gaat doen. En daar hebben we behandelalgoritmes voor, daar ga ik u niet in meenemen, dat zou te ingewikkeld zijn. Maar bij haar hebben we besloten eigenlijk samen uiteraard met de chirurg om een weken deelinterventie te doen. Dus en te opereren aan de Achillespees en dan ook die diepere pees. En tevens ook ik mag niet zeggen enkelgewicht, maar de achtervoet. Hè, dus dit is de tussen de talus en de calcaneus voor de liefhebbers onder u, om dat vast te zetten en dan hier nog een kleine verbinding naar voren. Dus twee gewrichtjes vast te zetten waardoor die voet niet meer naar binnen kan kantelen. Nou, dan laat ik heel graag de resultaten zien van die operatie. En dit is een enorme verbetering. Als u nog herinnert dat bij die vorige video dat ze haar rechterbeen helemaal niet naar voren kon zetten. Deze vrouw loopt met de staplengte links en de staplengte rechts. Hè? Ze loopt nu met haar stok en je ziet nog wel, hè, als je nou nog kritisch bent, dat de voetheffing links nog niet helemaal optimaal is. Nou, dat is zo'n probleem dat we met chirurgie niet altijd kunnen verhelpen. En daarom geven we haar op de rechtervideo nog een beugel, een lichtgewicht koolstofbeugel in een schoen. En daarmee is haar looppatroon zodanig dat deze vrouw ook echt hele stukken buiten kan lopen. Hè? Dus een enorme verbetering hier en ook weer in mijn ogen magie. He, want als ik dit met een pil kon bereiken, dan was ik steenrijk en dan had iedereen belangstelling voor mij om die pil op te kopen en in productie te nemen. Tot slot wil ik u laten zien dat we een palet aan patiënten opereren. Dat is een heel andere patiënt, dat is een jonge vrouw met een vorm van erfelijke spasticiteit. Diagnose ook wel HSP. Hebt u waarschijnlijk nog nooit van gehoord, doet er niet toe. Maar deze vrouw, en ik laat haar eerst weer even lopen, die is geleidelijk in haar leven hoog op haar tenen gaan lopen. En u ziet dat hier, ze raakt met haar hakken niet meer de grond. Kantelt ook een heel klein beetje naar binnen met de enkels. Doodvermoeiend is dit. En ze heeft ook balansproblemen. Als je zo gaat lopen, ja, dan moet je eigenlijk een beetje blijven lopen om stabiel te zijn. Want stilstaan is eigenlijk nog moeilijker dan lopen. En bij haar hebben we eigenlijk dubbelzijdig, op basis van die diagnostiek, dubbelzijdig aan de wekendelen geopereerd, onder andere aan een Achillespeesverlenging. En hier ziet u het resultaat. Is dit magie? Beetje wel, hè? Want deze vrouw was voor de operatie een wandelcoach. En daar is ze mee gestopt, moeten stoppen. En ze vertelde mij een jaar na de operatie dat ze daar weer mee is kunnen beginnen. Ze had een eigen bedrijf als wandelcoach en ze kan dus zelfs hier haar beroep van maken. Zo goed is ze gaan lopen. Dus ja, dit is magie. En dan wil ik u even toch wijzen op het feit dat dit een operatie is met een high risk. Want menig orthopeed zal denken, Achillespeesverlenging aan beide kanten, dat moet je niet doen. Want dan krijg je kuitspierzwakte van, daar ga je alleen maar slechter van lopen. En in het verleden is dat ook bij heel veel patiëntengroepen waar gebleken. Maar dat is nou denk ik de kracht van ons LSC. We hebben dusdanige diagnostiek. Dat de reden van succes hier als vraagteken is geen magie, zou ik zeggen. Helemaal geen magie. Maar we bekijken de mensen heel goed. En bij deze patiënten bleek dat zij weliswaar
stijve kuiten had, spastische kuiten en contracte kuiten, maar dat ze eigenlijk onderliggend een hele goede kuitkracht had. En dat zagen we al in de metingen. En we hebben haar, dus misschien een beetje ingewikkeld, maar ik neem u even mee. We hebben gekeken naar de afzetenergie hier op de y-as. En hier is de gangcyclus en dit is dan de standfase en de zwaaifase. En de blauwe lijntjes is voor de operatie en de rode lijntjes is na de operatie. En je zag bij die blauwe lijntjes al dat er potentie was tot afzet hier. Maar dat komt er niet goed uit omdat ze die spastische en contracte kuit heeft. Na de operatie zie je eigenlijk een geweldige verbetering. En die is zo groot dat we deze casus ook hebben kunnen publiceren. Omdat het gewoon echt een bijzonder goed resultaat is. Dan zie je zelfs dat ondanks we een dubbelzijdige Achillespeesverlenging hebben gedaan. Dat we aan beide kanten een verdubbeling van de afzetkracht hebben gekregen. En dat verklaart natuurlijk mede waarom zij zo goed is gaan lopen. Dus de reden van succes is allerminst magie en ik denk dat dat ook iets is wat we in het loopexpertisecentrum samen tussen Maarschiek en Radboud zo goed voor elkaar hebben. Dus het was een beetje een promopraatje, maar ik heb begrepen dat was ook een beetje de bedoeling van vandaag. En ik wil u danken voor uw aandacht en ook in bijzonder alle medewerkers bedanken en Nobel met wie wij onderling een ontzettend goede samenwerking hebben. En Nobel ook nog even feliciteren met zijn recent verworven leerstoel. Dank u wel.